eindelijk, je bent er. Hey, sorry dat het zo laat was, maar wat was er nou? Je wilde me zo nodig spreken. Ja, ik heb een verrassing voor je. Kijk eens wat ik hier heb. Oh, wat is dit? Zo, uitnodiging. Wat is er gebeurd? Waarom kijk je zo? Nou, deze draker die jij mij hebt gegeven. Deze jongen is met mij verliefd. Dus waarom zou hij nou weer met jou gaan? Zie je deze ring? Die heb ik van hem gekregen. Wat bedoel je nou? Hij is nog vorige week naar mij toe gekomen om een hand te vragen. Met jou trouwen? Wie wil nou met jou gaan trouwen? Jij? Je bent een wees. Je bent onsuccesvol. Wie gaat er nou met een wees trouwen als jij? I don't think so. How dare you, bitch! You called me bitch! Meid, moet je weten, je bent je ouders verloren en nu ben je mij ook verloren. Goodbye! Ja, dus dit heb ik dus allemaal aan haar verteld. Wat? Is hij een player? Oh shit, wat heb ik nou gedaan? Hij is gewoon een player. Dus moet ik echt sorry aan haar zeggen. Ik heb toch geen nut meer in dit leven. Mijn vriendin is weg, mijn ouders, dus... Hey, Zelda, wacht! Wat ben je nou weer aan het doen? Ben je gek geworden of zo? Het spijt me heel erg, Zelda, maar ik heb net te horen gekregen dat de jongen gewoon echt een player is en hij heeft het gewoon met jou gepleed en met mij. Ons leven heeft haar gewoon verpest, dus wij moeten gewoon onze eigen ding doen. Onze eigen pad, our own way. Dus alsjeblieft, het spijt me heel erg.